België de Mol sinds 1 januari 2013 terug schepen hier in Brugge. Binnen mijn bevoegdheden heb ik jeugd, Brugge studentenstad, huisvesting en wonen. Mijn papa van twee kindjes en ben voor de partij CD&V hier in ons schepencollege. Wonen, dat wordt een zeer belangrijk item in onze stad. Wat willen we op inzetten? Dat zijn enkele zaken. Ten eerste, we weten dat er in Brugge ook heel veel mensen zijn die op een wachtlijst staan voor sociale woningbouw. We hebben in Brugge twee sociale huisvestingsmaatschappijen en we willen ervoor zorgen dat de mensen die op een lijst staan, dat die heel snel aan een sociale woning geraken. En dat kan je doen door mee te werken met die sociale woningmaatschappijen om ervoor te zorgen dat ze snel een correcte bouwvergunning krijgen, zodat er minder en minder mensen op die wachtlijsten staan. Voor ons zal ook belangrijk zijn in deze legislatuur dat wij eigenlijk de leegstand in Brugge aanpakken. Hoe gaan we dat doen? Mensen die bijvoorbeeld een gebouw hebben, een pand hebben die leeg staat, daar gaan we toch de belasting daarop wat naar boven doen. Zodanig dat we ervoor kunnen zorgen dat meer en meer leegstaande panden verhuurd, verkocht kunnen worden om daarin te gaan wonen. We gaan ook ons subsidiereglement gaan aanpassen, zodat wij mensen naar onze stad kunnen halen, waar we vooral zullen op inzetten op veiligheid en duurzaamheid. Dat zijn belangrijke projecten. Ik doe studentenschepen in Brugge en wat vind ik als mijn belangrijkste taken? Dat is dat de drie hogescholen, twee grote, de Hou West en de KHBO, maar ook het Europa College, zich goed thuis voelen in Brugge. En we moeten ervoor zorgen dat die studenten hier wat zich welkom voelen, studentico's maken en ik wil daar heel wat zaken voor ondernemen. Ik denk bijvoorbeeld nog maar, we gaan een nieuw studentenhuis plaatsen, we gaan een soort studentenrestaurant organiseren, maar we gaan er ook voor zorgen dat de studentenclubs meer kunnen gaan organiseren. En ik kan zeggen, waarom doe je dat? Wel, ik ben ervan overtuigd, als we zien hoeveel Bruggelingen dat er gaan studeren in Gent, en die blijven dan in Gent hangen, die gaan dan gaan wonen in Gent. Als we dit kunnen naar Brugge overzetten, dat alle mensen die in Brugge studeren, dat ze in Brugge blijven hangen, dat ze in Brugge blijven wonen, dan hebben we iets groots in ons beleidsplan. Dat is jonge gezinnen, jongeren vooral, in Brugge houden en naar Brugge gaan trekken. Wel, als we ervoor zorgen dat ze na hun studies in Brugge blijven, dat ze werk vinden in Brugge, want dat is de tweede pijler waar we willen aan werken als studentenschepen, dat is dat we een relatie maken tussen wat wel het werkveld, de bedrijven die in Brugge zijn. We hebben een heel goede dienstensector hier in Brugge. We hebben ook zeer veel rusthuizen, twee zeer grote klinieken. Wel, we moeten met al die mensen rond de tafel gaan om ervoor te zorgen dat wat je kan studeren via de hogescholen in Brugge, dat gelinkt is, dat de rechtstreekse lijnen als het ware zijn naar de tewerkstelling, naar die bedrijven, zodat de mensen onmiddellijk na hun studententijd werk vinden in Brugge, ze blijven er wonen en Brugge wordt zo een jongere stad. We gaan er heel veel middelen voor vrijmaken. En we doen het altijd samen met de hogescholen. Dus niets opleggen, maar samen met de hogescholen. Brugge is ook een jeugdige stad. Maar we hebben soms de indruk dat er in Brugge niet veel gebeurt. Maar ik denk, durf dit tegenspreken. Wekelijks zien wij evenementen, zaken die mensen gaan organiseren in Brugge. Maar wat is het probleem? Dat onze jeugd nog niet goed weet wat er allemaal gebeurt in Brugge. En ook, en dat moet ik wel toegeven, dat de inspraak die wij geven vanuit ons stadsbestuur, dat soms iets minder is. En we moeten daaraan gaan werken. We hebben bijvoorbeeld een jeugdraad, een zeer goede adviesorgaan, maar ik geloof er ook in dat onze jeugddienst veel meer naar de mensen toe moet gaan. Naar de jeugdverenigingen, naar plaatsen waar jongeren aan sport doen, naar plaatsen waar jongeren rondhangen, om met hen in dialoog te gaan,
met hen te gaan praten over zaken die we willen veranderen of juist behouden in de stad, of om leuke ideeën op te doen. En ik denk dat dat juist naast alle initiatieven, naast alle evenementen dat we doen voor jongeren, naast alle ondersteuning dat we doen, dat dat een heel belangrijk iets is. Dat wij geen beslissingen nemen als uit ons schepencollege waar jongeren niet in gehoord zijn. En daar hebben we in het verleden soms wel wat tegen in de fout gegaan. Dus als we iets ondernemen, als we iets beslissen, steeds onze oren openzetten eigenlijk en ervoor zorgen dat wij jongeren weten dat ze erin betrokken worden. Iets waar we nu al mee gestart zijn, is onze vernieuwde vakantiewerking. Als we rond ons kijken, zo in de speelpleinwerking, als ik kijk in Oostkamp, als ik dat zie in Knokke-Gijs bijvoorbeeld, dan zijn dat florerende werkingen. Wel, we hebben een onderzoek gehad van de Vlaamse Vereniging voor Speelpleinen, waarin stond dat Brugge eigenlijk nog wat achterop hinkelt. Maar we weten ook dat er heel wat gezinnen zijn waar hun kinderen, ze moeten gaan werken, de ouders, in de vakantie, en die willen een betaalbare, goede werking hebben, waar kinderen kunnen spelen. Wel, we hebben er dan ook voor gezorgd dat we op 9 Brugse pleinen, als we alles samentellen, 9 Brugse pleinen, wanneer je op elk kind, zal op 3 kilometer van zijn huis, vanaf de zomer, maar ook de alle andere vakanties, kunnen naar een vakantiewerking gaan. De vroegere speelpleinwerking, maar de vakantiewerking, dat noemt nu Quibus. En in Quibus zullen een jobstudenten staan, waar de kinderen 's morgens of 's middags kunnen toekomen, of ook een hele dag blijven, en waar ze kunnen met heel veel materiaal dat wij voor handen leggen, vrij kunnen spelen. Ze zullen niks moeten doen. En we organiseren dat in scholen. Waarom doen we dat in scholen? Omdat we daar ook binnenruimte hebben. Er zal kunnen geknutseld worden. Er zal kunnen naar de kinderboerderij bijvoorbeeld gegaan worden. Er zal kunnen naar speelpleinen gegaan worden. En we doen dat aan het lage bedrag van 4 euro voor een dag en 2 euro voor een halve dag. En kinderen zullen steeds binnen kunnen komen en weer weg kunnen gaan. En zo is het voor ons belangrijk dat we in Brugge, als kinderen tot en met 12 jaar hun weg willen vinden naar een speciale vakantiewerking, dat ze zeggen van kijk, we willen nu eens met vriendjes uit de wijk, of we mogen ook niet Bruggelingen zijn, dat ze weten dat ze dagelijks van maandag tot vrijdag op die vakantiewerking terecht kunnen. En die vakantiewerking, dat noemt de Scribus. En daar zijn we fier op. Omdat we zeggen, zo willen we ervoor zorgen dat jonge gezinnen hun opvang, hun kinderopvang, ik noem het niet graag opvang, want het is eigenlijk spelen met de kinderen, maar dat we er zeker van zijn dat mensen kunnen gaan werken en dat die ouders weten van kijk, ze zijn in goede handen. En zo hopen we dat we op het einde van deze grote vakantie al kunnen zeggen dat we heel veel kinderen naar de speelpleinen kunnen gaan hebben en dat we daar zo een naam opbouwen, zodanig dat we in die 6 jaar dat ik schepen van jeugd mag zijn, dat we er zeker van zijn dat kinderen terug die weg naar die speelpleinwerking, naar die vakantiewerking vinden in Brugge. Een van de zaken waar ik ook voor bevoegd ben, dat is Werelderfgoedstad. En we weten dat Brugge is UNESCO-stad. Ons volledige ei van Brugge, de binnenstad, die is door UNESCO erkend. En we moeten daar inspanningen rond doen. En sommige mensen zeggen, doordat we eigenlijk Werelderfgoedstad zijn, dan mag er als het ware niets meer gebeuren. Wel, ik wil dat tegenspreken. Wij hebben geschreven in ons beleidsplan dat we voor een jonge, trendy stad gaan, maar dat we respect hebben voor ons werelderfgoed. En ik wil bewijzen aan de Bruggeling dat dat hand in hand kan gaan. Dat werelderfgoed, dat dat niet moet als een domper zijn dat er niks meer kan, maar dat dat als een brug kan gegeven worden, als een soort web kan gegeven worden, gebruikt worden, beter gezegd, zodanig dat de toeristen, de Bruggeling, zich goed thuis voelen in onze stad. En geef toe, het is een prachtige stad om in te wonen, maar dat er toch nog van alles kan zijn. Dat er toch nog volledige bouwprojecten kunnen zijn. Ik ga bijvoorbeeld nu die Keuren, waar de vroegere drukkerij was, wel, we gaan daar een mooi bouwproject gaan maken. Er zijn hotels bij ons, die in de stad van Brugge, die de toelating krijgen om toch een trendy kleur op hun gevel te zetten. Dus er is nog altijd van alles mogelijk, maar altijd met respect voor het werelderfgoed. En ik wil dat bewijzen in de praktijk, dat er meer kan in Brugge dan enkel dat alles moet behouden blijven. Nieuwe architectuur, maar ook de
zaken uit het verleden kunnen hand in hand gaan. En dat wil ik ook waarmaken in deze 6 jaar. Tonen aan de Bruggeling en aan de toerist dat het kan. Jongeren naar Brugge halen. We hebben het jammer genoeg gelezen in de media. In 8 jaar tijd zijn er 15% minder jonge gezinnen in Brugge komen wonen. Eigenlijk. Er is eigenlijk een veroudering van onze bevolking. En hoe kunnen we daarop inspelen? Wel, we hebben gezegd, als we woningen gaan vergunnen, dan gaan dat vooral woningen zijn die gericht zijn op 3 zaken. A, in een woning zeg ik steeds, laat ons proberen 3 kamers te voorzien, minimum. 2, zorg dat er zeker een klein tuintje aan is. En het mogen gerust rijwoningen zijn, met een klein tuintje en een terras. En C, voldoende ruimte voor de parking. Want wat wil een jong gezin niet, dat is dat ze steeds moeten parking gaan zoeken. Wel, ik leg de handen open naar alle ontwikkelaars en alle bouwpromotoren. Kom met dergelijke projecten naar Brugge en wij zullen nu warm onthalen. We hebben bijvoorbeeld nu reeds in deze korte periode dat er is, het licht op groen gezet, om in Zeewegen, Alissewegen, 300 nieuwe woningen te gaan realiseren met als doelgroep die jonge gezinnen. En het is onvoldoende om enkel alleen op die woningen in te zetten. We moeten ervoor zorgen dat er voldoende groen aanwezig is, voldoende kinderopvang aanwezig is, maar ook voldoende sportaccommodatie. En we weten dat we daar nog wat achterop hinkelen. We hebben een zeer goede sportorganisatie, sportverenigingen. En daarom zal het ook belangrijk zijn, als we willen jonge gezinnen, jongere kinderen meer naar onze stad gaan trekken, dat we ook op het niet alleen op het gebied van jeugd, maar ook op het gebied van sport, infrastructuur dan meer gaan inzetten. En als we die cocktail maken van voldoende goede randvoorwaarden, een goed subsidiesysteem en woningen die erop gemaakt zijn, die jonge mensen eigenlijk naar onze stad halen, dan geloof ik erin dat we die tendens van die negatieve spiraal dat jongeren weggaan, dus de ontgroening dat we zeggen, de vlucht van jonge gezinnen naar onze deelgemeente, bijvoorbeeld naar onze randgemeente beter gezegd, als Oostkamp, Beernem, Veldegem tot in Oudenburg, dat we zeggen van kijk, die mensen, zij moeten niet meer gaan naar de deelgemeente gaan. Die zijn welkom in Brugge en we gaan hen daar ondersteunen en we gaan daar faciliteren. Heel belangrijk in Brugge, en we zijn daar zeer sterk in, dat zijn onze jeugdbewegingen. Die jeugdbewegingen, dat zijn volgens mij de motor van ons jeugdwerk in Brugge. En er wordt veelal gevraagd, ja, wat kunnen we daarvoor doen? Ik denk dat het niet de taak is als stadsbestuur om jeugdbewegingen op te richten, om ons te gaan moeien. Nee, wij moeten ervoor zorgen dat de jeugdverenigingen, de jeugdbewegingen die nu bestaan, dat die extra ondersteund kunnen worden. En daarom heb ik verschillende zaken nu al in de pipeline gestoken. We weten allemaal dat de energieprijzen, dat die de pan uitswingen, maar de subsidies die het stad geeft aan de jeugdbewegingen, die bleven steeds dezelfde. Wel, ik zeg, laten we een nieuw soort subsidiereglement gaan maken, zodanig dat de jeugdbewegingen iets meer, bijvoorbeeld als de energieprijzen stijgen, dat dan ook de subsidies voor de jeugdbewegingen naar boven gaan, en dat zo de kinderen meer kunnen spelen in de jeugdbewegingen, de zaterdag, de zondag naar activiteiten gaan, en dat ze minder op de weg moeten om bijvoorbeeld financiële acties te doen. Dat we er zeker van zijn dat de jeugdbewegingen voldoende financiële middelen hebben om te blijven bestaan en te blijven een goede werking te doen. Maar het is ook belangrijk, en we zijn ervoor bekend in Brugge, dat wij goede jeugdlokalen hebben. Mijn voorgangers hebben er een erezaak van gemaakt om ervoor te zorgen dat onze jeugdverenigingen niet in slechte barakken zitten, maar in goede jeugdlokalen kunnen hun activiteiten doen. Wel, ik wil daar verder gaan op inzetten, maar naar een nieuw model van jeugdlokaal. Ik geloof, we hebben ruimte,
We hebben ruimtegebrek. We hebben het ook in onze stad, moeten daar eerlijk in zijn, financieel niet de luxe om overal voor elke jeugdbeweging zijn jeugdlokaal te gaan zetten. Daarom geloof ik meer en meer dat we bijvoorbeeld in Sint-Pieters op het Tempelhof, maar ook bijvoorbeeld aan de Zandberg, dat we daar nieuwe multifunctionele lokalen moeten zetten die energiezuinig zijn en die we zodanig gaan inrichten dat verschillende jeugdbewegingen daar hun huis kunnen in vinden. Eigenlijk is het iets duurder, maar in plaats van dat we één jeugdbeweging helpen, helpen we er verschillende verenigingen, jeugdbewegingen bij. Dus ik wil een nieuw concept eigenlijk van lokaal. Ook geloof ik dat er nog steeds, er is ook heel wat verdoken armoede, jeugdarmoede in Brugge. En daarom gaan we er ook samen met verenigingen waar armen het woord voeren, gaan nadenken, hoe kunnen we die kinderen die in kansarme gezinnen zitten, naar dat reguliere jeugdaanbod gaan trekken. We gaan daar tussenkomen, dat noemt met jeugdactiebonnen eigenlijk, in de betaling van hun lidgeld. Maar ik wil daar verder in gaan. Dat ze bijvoorbeeld, moeten ze nu een das kopen, moeten ze nu een uniformstuk inkopen, dat we ervoor gaan kijken van hoe kunnen wij dit mee gaan betalen eigenlijk voor die kinderen, zodanig dat ze mee op kamp kunnen, dat ze mee de zaterdag kunnen spelen, dat ieder kind in Brugge de kans heeft om van ons enorm groot jeugdbewegingsaanbod gebruik te maken. Een van de heikele punten waar we nog altijd soms een negatief rapport krijgen, dat is het uitgaan in Brugge. Het uitgaan in Brugge, ook hier terug denk ik, dat wij als stad A, evenementen moeten gaan organiseren. En u zal zien, in die 6 jaar is dit stadsbestuur samen met Brugge Plus, dat is ons evenementenplatform die wij opgericht hebben, gaan zij proberen meer en meer evenementen voor jongeren, maar ook voor ouderen natuurlijk, in open lucht als binnen naar onze stad halen. Maar dat is niet voldoende. Wij moeten ervoor zorgen dat onze jongeren ruimte hebben. Wij moeten niet zelf als Brugge, als stad vuiven gaan organiseren, maar we moeten ervoor zorgen dat er ruimte is. En daarom hebben wij eigenlijk 100.000 euro per jaar uitgetrokken als er zich mogelijkheden gaan aanbieden in onze deelgemeente, waar er nog geen 5 zalen zijn, dat we die mensen tot 100.000 euro kunnen gaan subsidiëren, zodat we van hun zaal een goed ingerichte, Vlaara-conforme 5-zaal kunnen maken en dat we zo hopelijk tegen het einde van deze legislatuur, als dat zou lukken, zou ik heel tevreden zijn, dat we in elke deelgemeente een 5-zaal hebben. Ook hebben we onze entrepôt. Ons jongerencentrum, dat ik zo fier op ben, daar is het de bedoeling dat we ook meer en meer jongeren, een breder publiek nog gaan aantrekken. Dus mensen die daar zaken willen gaan organiseren, is het cultuur, is het naar repetitieruimtes, is het concertjes, of is het bijvoorbeeld in onze factor eigenlijk grote vuiven gaan organiseren. We willen dat mee gaan ondersteunen en we hebben daar ook met onze jeugddienst verschillende reglementen voor. Als bijvoorbeeld een Bruggeling of een Brugse organisatie wil vuiven gaan organiseren, wel, we geven hem 500 euro een vuifcheck. Zodanig dat ze met die 500 euro kunnen security voorzien en wat promotie. Zodanig dat ze daar al geen kosten aan hebben. U ziet het, wij als stad, we hebben ook de Factor Club op het Kraanplein, de Factor en de Factor Club opgericht. Zodanig dat er overal ruimte voldoende is om te gaan vuiven. En wij moeten daarvoor zorgen dat dat op een veilige manier gebeurt, met respect voor de buurt. Want we willen in onze binnenstad meer en meer vuiven gaan hebben. En we weten het, dat de zalen, als bijvoorbeeld de Entrenou, het niet gemakkelijk hebben. Wel, we moeten dat gaan ondersteunen. Als er voor onze verenigingen, voor onze jongeren, plaats is om een vuiven te gaan organiseren. En wij gaan dat doen, zowel financieel als logistiek. En we staan altijd open voor gelijk welke persoon, gelijk welke organisatie, of is het nu een studentenclub, is het jeugdvereniging, of zijn het enkele individuele jongeren samen, willen ze iets naar de jeugd gaan organiseren in Brugge, dan zal dat kunnen. En voor dit jaar nog heb ik 25.000 euro vrijgemaakt, en dat is alles kan. En we gaan tot 25.000 euro gaan we kunnen middelen krijgen als je iets organiseert in Brugge naar de jeugd toe, dat we financieel willen ondersteunen, zodanig dat dat mogelijk wordt, dat we er zeker van zijn dat er meer en meer jongere zaken, dat Brugge die hippere trendy stad voor jongeren wordt.
Wij willen alvast de hand reiken en hopelijk komen er heel veel organisatoren naar Brugge die zaken willen gaan realiseren. Wat ik ook persoonlijk belangrijk vind in dat Brugge uitgangsstad, ik heb altijd gezegd dat ze vroegen aan mij van wil je schepen voor jeugd worden, heb ik gezegd ja, op één voorwaarde bijna. Dat was dat wij de opheffingen doen van dat alcoholverbod. U weet dat wij in de twee voorgaande jaren miserie had hebben eigenlijk. We vooral in de Kuiperstraat en de straten daar rond, dat er wat geweldoverlast was en dat er dan een van de middelen die voorgesteld werden, was dat er geen alcohol op straat meer mocht aanwezig zijn. Wel, we weten dat we daar heel wat ons imago heeft dat slecht gedaan. Ik heb gezegd, het moet onmiddellijk opgeheven worden. Dat is zo niet meer in Brugge. Maar ik ben er wel van overtuigd van de amokmakers. En weet dat het vooral geen Bruggelingen zijn. Integendeel, dat zijn er van over die soms van aan de Franse grens komen. Dat wanneer we merken dat er boelzoekers zijn, dat er amokmakers zijn, ben ik er wel van overtuigd dat wij die mannen heel streng moeten aanpakken. Wie boel maakt, wie overlast voor zorgt, die moeten opgepakt worden. Die mogen wat mij betreft in ons nieuwe politiecommissariaat een nachtje logeren. Want wie het goed bedoelt in Brugge, moet op een jeugdige, toffe, leuke manier kunnen uitgaan. En mensen die het te bont willen maken, daar mag de andere jeugd die het goed bedoelt niet de dupe van zijn. En wil ik er dan ook voor zorgen dat dat kan. En zo hebben we ook de gasboetes in Brugge. Je kunt hier in Brugge bijna alleen maar voor wildplassen en sluikstorten een gasboete krijgen. Dus zodanig dat jongeren, als ze hier bijvoorbeeld aan de kathedraal zitten, dat ze eens met hun voeten op een bank zitten, dat allemaal eigenlijk in Brugge, we gaan erop spreken, we vragen om een zo goed mogelijk, laten we zeggen, gedrag te hebben, maar wij gaan hier geen boetes schrijven.